Pequeño met meteen Van Aalen bij zich. Van Aalen lijkt voorlopig sterker in dat duel. Draait nu van hem weg, maar moet hij heen naar Arnissen. Ja, die staat inderdaad vrij. Arnissen dan met een gevaarlijk paasje binnendoor. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Want daar staat Sanchez en Van Breukelen. Wat doe je? Oh, ja, strafschop. Oh, wat heel slim uitgelokt. Je mag hem veronderstellen dat Sanchez niet mist. Dat heeft hij nog niet gedaan. Sanchez met de linkervoet. Van Breukelen naar links, de bal naar rechts. En het Bernabeu stadion kolkt en juist. Want PSV staat na 5,5 minuut spelen al met 1-0 achter door die strafschop van Hugo Sanchez. Uitgelokt door Hugo Sanchez en benut door diezelfde Mexicaanse grootmeester. Ja, schitterend! De eerste aanval van PSV! Arnissen met het paadje binnendoor naar notabene Lipskens. Nou, volgens mij raakte hij die bal verkeerd, want Bujo gaat naar de rechterhoek. Maar die bal ligt in de linker en zo is het gewoon 1 tegen 1. Hoe is het toch mogelijk? Terwijl je zit te wachten eigenlijk op het instorten van PSV en die... Daar zomaar de gelijk maken. Schitterende paasvraag. Even een snelle vrijheidschap van Seuren naar mij. En ik weet dat Tjendo, hij zat in mijn rug. En ik twijfel, moet ik nou gewoon druk spelen? Maar in plaats van druk spelen, dan voelde ik, nou hij gaat, hij verwacht dat ik druk spelen. En dan draai ik die andere kant op. En op het moment dat ik erop draait en ik kijk, dan zie ik Lipskens vertrekken tussen twee spelers. Frank steekt die bal tussen de back en de voorstopper in. Ja, en hij is eigenlijk te hard. Hij zegt dat hij perfect was, maar ik ben 100% overtuigd dat hij echt te hard is. Want ik kan hem echt nog maar net tegenhouden. En ik probeer hem met links in de verre hoek te draaien. Ja, dan raak ik hem met mijn hak. En hij rolt naar de keeper toe. En net voordat hij bij Bujo komt, tilt hij net zijn been op. En rolt hij tergend langzaam naar de goal. Want volgens mij heeft hij hem net nog steeds niet geraakt. Dus hij komt net over de doellijn.